En dat best kan, krankzinnig. Ja, krankzinnig. En dat kan gewoon. Die willen we ook niet. En bij andere sporten kan dat heel goed. Hè. Of het optimale, het beste voorbeeld is natuurlijk rugby. Ja, Björn, bijzonder om jou hier te zien zo in Wolfsburg. Ik dacht meteen, die gaat toch niet zijn rentree maken als scheidsrechter op een EK? Dat heb jij goed gedacht. Dat gaat niet gebeuren. Dat gaat ook niet gebeuren. Nee, mijn laatste wedstrijd is wel op het EK. Inderdaad, vorige EK-finale. Ja, Engeland-Italië, Wembley in Londen. Ja. Geweldige herinnering aan, maar ik ben hier niet als herintreder, als scheidsrechter. Nee. Maar ik kom hier voor Nederland zelf al. Die zit hier in Wolfsburg en ik ga ze. De referee is meeting the teams. Dus ja. Ik ga iets vertellen over de richtlijnen op het EK. Wat is nou het belangrijkste dat je de spelers meegeeft? Ik denk dat met name het topic is only the captain can speak. En daar gaan we wat toelichting op geven. We willen eigenlijk af van alle rumoer rondom die scheidsrechter. Het onacceptabele gedrag van spelers. Dat ze die scheidsrechter omsingelen. Dat ze bij een beslissing die cruciaal is op het veld. Dat ze het gedrag niet laten zien zoals het eigenlijk wel zou moeten. En heb je wel eens gehad dat het echt intimiderend voelt als al die spelers van een land bijvoorbeeld op je afkomen? Nou, ik weet niet of het intimidatie is, maar ik denk dat het gewoon geen goed voorbeeld is. Hè. Ik bedoel, we doen dit niet alleen maar omdat we willen dat de spelers zich alleen beter gaan gedragen. Maar ook voor de good of voetbal. Ja. Dat het gewoon beter is voor iedereen die achter dat scherm voetbal zit te kijken thuis. Hè, dat het gedrag van spelers en coaches gewoon acceptabel is. Dat het een goed voorbeeld is voor de jeugd. We zijn op zoek naar heel veel jonge scheidsrechters, hè, meisjes, jongens die willen gaan fluiten. Vaak krijgen we ze over de streep om te komen. En dan haken ze heel snel weer af omdat het gedrag van spelers of de mensen aan de kant of de trainers gewoon niet juist is. De captain die mag dus praten. Nou, Virgil van Dijk is dat dan bij het Nederlands elftal. Hoe bereid je hem daarop voor? Wat mag hij dan zeggen? Hoe mag hij naar je toe? Hij mag misschien wel een beetje geëmotioneerd zijn, denk ik, over bepaalde beslissingen. Ja, wat zijn een beetje de do's en don'ts voor de aanvoerder die dan wel met de scheidsrechter mag praten? Ja, je moet het ook niet zo zien dat er niemand met die scheidsrechter mag praten. We zijn gewoon op dat speelveld bezig om een wedstrijd te leiden en te managen. En dat doen spelers ook. Die hebben emotie, hè, die hebben een soort instinct en die reageren op bepaalde situaties. We maken ze ook niet monddood, maar we willen dat gedrag gewoon beter onder controle hebben bij spelers. En een aanvoerder die kan op een hele rustige manier met de scheidsrechter in gesprek gaan, een soort dialoog, hè, bij een cruciaal moment, bijvoorbeeld een penalty, hè, die gecheckt moet worden door de VAR, dan willen we niet dat al die spelers eromheen komen, maar dat de scheidsrechter naast de aanvoerder gaat staan, dat de scheidsrechter tegen de aanvoerder gaat vertellen wat hij heeft gezien, dat het moment nu gecheckt wordt door de VAR en dat hij de andere speler op afstand houdt. Dat heeft allemaal te maken met imago, met beeldvorming. Ja, want je ziet natuurlijk wel eens van die scènes dat zo'n heel elftal dan op die scheidsrechter afloopt en dat hij bijna de spelers van zich af moet duwen. Hè? Dat is eigenlijk krankzinnig. Ja, krankzinnig. En dat kan gewoon, die willen we ook niet. En bij andere sporten kan dat heel goed. Hè? Of het optimale, het beste voorbeeld is natuurlijk rugby. Yeah. Hè, waarin de spelers de beslissingen van de arbitrage maximaal accepteren en ook op een hele goede manier daarin omgaan. We moeten een klein beetje die kant op. Het is misschien een beetje flauw om te vragen, maar ja, je hebt natuurlijk al die landen die meedoen aan dit EK. Welke landen zijn nou het meest lastig en intimiderend en kunnen het moeilijkste gedrag vertonen? Nou ja, we bereiden ons uiteraard voor. In Europa hebben we natuurlijk al heel veel uniformiteiten. Als je kijkt naar de rest van de wereld, dan is dat nog steeds wel wat anders dan alleen Europa. Ja. Als je kijkt naar Afrika of naar Zuid-Amerika, daar is het temperament veel anders dan in Europa. Ja. Ik denk dat wij hier aardig op één lijn zitten. We hebben 18 scheidsrechters uitgenodigd. Dat zijn de beste van Europa, misschien wel van de wereld. We hebben één scheidsrechter uitgenodigd uit Argentinië. Dus wij denken dat we kwalitatief een heel sterk team hebben die heel goed voorbereid zijn op dit EK. Hoe staat het eigenlijk met het niveau en ook van de Nederlandse scheidsrechters en de toekomst daarvan? Ja, ik denk dat we een heel goed niveau hebben binnen Europa. Wat ik al zei, we hebben 18 scheidsrechters uitgenodigd voor dit EK uit 14 verschillende Europese landen. Kwalitatief zeer sterke scheidsrechters. We horen ook gewoon tot de beste van Europa, wat ik al zei, tot de beste van de wereld. Natuurlijk hebben we ook een Nederlander, dat is Danny Makkely. Ja. Uiteraard heeft hij ook een fantastisch niveau te pakken en doet hij heel goed zijn best op dit moment in alles wat hij doet. Maar toernooien zijn onvoorspelbaar. Waar ik toch nog wel benieuwd naar ben, hè? Die spanning die is natuurlijk groot bij die spelers. Adrenaline giert door de lijf heen. Hoe is dat zelf als scheidsrechter? Hoe groot is die spanning dan? Ja, natuurlijk is dat ook spannend. En het is ook goed dat er een beetje spanning is. Want als je die spanning niet voelt, dan gaat het niet goed. Ik bedoel, je moet die focus en die concentratie hebben door een stukje stress. En ik denk dat het goed is om die spanning te voelen. En dat,
dat gaat ook door je lichaam. En dat maakt je ook gewoon, weet je, ook trots dat je zulke wedstrijden hebt mogen fluiten. En heel mooi om verbonden te zijn nog aan de UEFA om dit te mogen doen. En je gaat geloof ik ook nog de openingswedstrijd dan bezoeken van, van het EK. Ja. Zeker niet weer in dat scheidsrechterskoffie. Die tijd ligt nu echt achter je. Die ligt achter me. Nee, ik ga... nee, dat is voorbij. En weet je, het mooiste is, Pim, er staat een hele mooie generatie die we op dit moment aan het fluiten hebben. Maar ik zou nog zo graag willen, doordat we dit gaan doen, Only the Captain Can Speak, het gedrag gaan aanpassen, dat er straks na het EK, dat er heel veel jonge meisjes en jonge jongens opstaan om te zeggen, ik zou wel die scheidsrechter willen worden. En niet alleen in Nederland, maar gewoon in de rest van Europa, misschien wel in de rest van de wereld. Oké, Björn, dankjewel en heel veel plezier op dit EK. Dankjewel.